Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gassan, Kettle One Wodka en Antaurus Vermogensbeheer. Meer dan beleggen. Vandaag in Luxury TV, alleskunner Umberto Tan over zijn succes met RTL Late Night. Formule 1-coureur Guido van der Garde over zijn plan in 2014. En David Bijlsma over de mooiste horloges van de wereld. En oud-international Ronald de Boer over de WK-loting. En in de keuken de G6, die gaat voor ons koken. Dus dat belooft wat. Vanuit Brasserie Paardenburg aan de Amstel is dit Luxury TV. Hartelijk welkom allemaal, Ronald de Boer, Guido van der Garde, horlogespecialist David Bijlsma en Umberto. Doen we een keer een mooi pak aan? Echt, hè? Ja, ik doe echt het pak voor jou en dan ga jij in een roze trui. Ja, maar ik wist dat Guido ook geen pak aan zou hebben, dus dan pas ik me gewoon aan het geheel. Nee, maar ik vind echt, als ik een programma presenteer, heb ik altijd een pak aan. En als ik gast ben, dan heb ik niet vaak een pak aan. Want je doet altijd een pak aan? Altijd. En met dat pochetje zo omhoog. Oh. Maar zijn dat ook je eigen pakken? Altijd eigen pakken. Hey Ronald, de WK-loting. Ja. Wat vind je ervan? Lastig. Ja? Wel mooi natuurlijk. Hè? De eerste wedstrijd tegen de wereldkampioen Spanje. We hebben natuurlijk nog wel wat recht te zetten. Het is wel een moeilijk begin. Want als je daar stelt, je kan gewoon verliezen tegen Spanje. Ja, dan ligt de druk wel erg hoog al in die tweede wedstrijd. Gelukkig spelen we dan wel, met alle respect voor Australië, de tweede wedstrijd tegen Australië, waarvan je denkt dat het de minste is. Ja. Daar moet je gewoon punten pakken. Dus dat is het enige gunstige. Maar het is gewoon heel lastig. En je weet ook wat er, als je je kwalificeert, en dan kan je zo tegen Brazilië loten. De grote favoriet. Ja, maar goed, vooraf zei Van Gaal, de klimatologische omstandigheden die zijn eigenlijk belangrijker. Ja, klopt. Nou, we zitten helemaal prachtig daar in de relatief koele gebieden. Ik vind het een prachtige loting, want stel nou voor dat je eerste wordt, dan heb je gewoon een free ride naar de halve finale. Tuurlijk, maar bijna dan, hè? Laten we eerst natuurlijk vanuit gaan dat je kwalificeert voor de volgende ronde, 1 of 2. Nou, als je tweede wordt en je gaat ervan uit dat Brazilië wint, dan tref je Brazilië. Word je eerste, kan je dus Kroatië of Mexico. Ik denk zelf Mexico een geduchte tegenstander is. En een hele moeilijke tegenstander ook, omdat ze natuurlijk wel gewend zijn daar te spelen. Dus dat wordt heel lastig. Aan de andere kant denk ik, ja. Maar in de kwartfinale, dan krijg je normaal gesproken Uruguay of Italië. Ja, natuurlijk. Het kan heel goed lopen. Ja. Maar ja, dat is altijd weer zover vooruitkijken. Laten we eerst maar die groepsronde doorkomen. Maar het wordt er niet makkelijker op. Maar sowieso hebben we geweldige wedstrijden en ik kan niet wachten. Nee. En hoe kijk jij daarna? Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de Zuid-Amerikaanse tegenstanders in Zuid-Amerika. Kijk, laten we niet vergeten, Spanje is wereldkampioen. Uniek, want het is de enige wereldkampioen. Het was ook de eerste keer in Afrika. Maar het is de enige Europese wereldkampioen niet in Europa wereldkampioen geworden. Ja. Normaal gesproken, als een toernooi is in het continent, wordt een ploeg van dat continent kampioen. Ja. Als het Europa is of Zuid-Amerika. Ken je klassiekers, hè? Dus in Zuid-Amerika heb je de kans dat die Zuid-Amerikaanse ploeg, of naar Uruguay is, of naar Chili is, of Colombia is, die presteren daar gewoon goed. Maar wie is de grote outsider, denken jullie? Outsider? Ja. De grote favoriet is Brazilië. Brazilië uiteraard. En maar Nederland is een outsider van mij. Ja, en België ook? België ook, maar nou, ik denk eerder de klassieke landen, hoor. Ja? Ik denk Italië ook. Ik heb Italië tegen Duitsland gezien. Geweldig. Ja? Er zijn zoveel favorieten. Brazilië, mijn Italië, outsider is Frankrijk. Argentinië. Frankrijk? Ja. Laatste moment gekwalificeerd. Ja. Guido, heb jij wat met voetbal? Ik heb wat met voetbal, ja. Het is wel een beetje een hobby van mij. Ik vind het leuk om, als ik thuis ben, dat is eigenlijk niet heel erg veel, om naar een wedstrijd te gaan. Toevallig zaten we vorige week bij Ajax-Barcelona. Ik doe die bal even weg. Ja, een fantastische wedstrijd. Ik heb echt genoten en het was leuk. Ik zat naast Louis van Gaal en werd uitgenodigd door mijn schoonvader. Dus dat was een mooie pot. Is dat Formule 1-team er nog met voetballers? Ik heb het tegen ze gespeeld, tegen Vettel, Schumacher, tegen een aantal jongens. Die hebben een team samen. Dat bestaat nog steeds. Dat is een beetje, het wordt wel steeds minder. Maar af en toe worden we wel eens uitgenodigd om te gaan voetballen.
Mm. En dan sta je tegen een oud sterrenteam of zo. En dat is best wel lachen. Ik heb nog nooit meegedaan. Ik wist in ieder geval, als we zo'n Europese wedstrijd hadden, waar je dan werd voor uitgenodigd, was Schumacher was er standaard bij. Ja, omdat die hield daarvan, hè, die was helemaal idolaat van voetbal. Tussendoor, ja, die kon aardig voetballen. Dus, Vettel was ook best goed. Ja. Guido, het Formule 1 seizoen, hoe was het nou? Afgelopen seizoen. Ja, ben je tevreden? Ja, heel tevreden. Dat was fantastisch. Ik heb echt heel erg genoten. Het is echt een jongensdroom die uitgekomen is. En, goed, aan het begin was het dan best wel lastig. Het was niet moeilijk. Best wel problemen met de auto, met de banden onder controle houden. Ook de hele wereld, hoe alles in elkaar zit. Maar hoe kun je ons dat eens uitleggen? Je zit daar op die grid, dan gaat dat lampje aan en dan knal je echt weg. Wat gebeurt er dan met je? Ja, heel veel adrenaline. Maar het enige wat je moet doen is rustig blijven. En net een gaatje vinden om wat mensen in te halen natuurlijk. Maar nooit angst? Nooit angst. Als je angst hebt, dan moet je lekker thuis blijven zitten op de bank. En je vriendin? Want jij gaat trouwen volgende week zaterdag? Ja, we gaan trouwen volgende week zaterdag. En die is ook niet bang. Die is wel veel meegegaan dit jaar. Of bezorgd misschien? Ja, soms wel eens. Ik heb natuurlijk dit jaar wel een harde klapper gehad in Japan. Trokken we meer dan 25G. Nou, 1G is meer dan je eigen lichaamsgewicht. Mm. Dus dat had ik wel een beetje last van, vooral in mijn nek. Maar ik moet zeggen, weet je, als je daarna gelijk een sms'je kan sturen, schat, ik ben oké, dan is het ook wel weer prima. Weet je. Ik vond het zo mooi bij die film Rush, dat je in de tijd van Niki Lauda en James Hunt, er gingen gewoon 2 coureurs per jaar gingen dood. Ja. Ja. Gegarandeerd. Ja. Dus je stapt in die auto, je hebt gewoon 20% kans om te overlijden. Ja. En nu, de laatste is Ayrton Senna. Ja, Senna. 94 was dat. Ja. Nou ja, daarna niet meer. Dus dat is alleen maar veiliger geworden. Het is fantastisch. Maar was het een technisch foutje? Of, Nee, ik ben aangetikt in de eerste bocht. Ik ging er wel hard af. Maar als je terugkijkt, want je hebt 19 races gedaan. Ja. Ik geloof dat je er 14 uit hebt gereden. Ja. Maar je bent 18e of 17e. Ja. Daar word je toch ook niet heel vrolijk van? Nee, aan het begin heb je daar moeite mee. Maar je moet ergens beginnen. We begonnen natuurlijk wel een beetje bij een achterhoedenteam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zit je wel in de Formule 1. Kijk naar Alonso, die is het ook ooit begonnen. Die is nu 2 keer wereldkampioen. Maar aan het begin had ik er best wel last mee. Om toch constant maar 18e, 17e, keer 20e te kwalificeren. Maar je moet toch een switch zetten, want we zaten eigenlijk constant in gevecht met een ander team, dat was Marussia. Ja. En het enige wat je kan doen is voor je eigen teamgenoot staan en voor hun. Want jouw team is Charles Pic. Charles Pic. En je hebt vooral in het tweede gedeelte was je bijna elke keer beter. Ja, constant. Dus daar kan je aan afmeten of je het goed hebt gedaan, omdat jullie een gelijke auto rijden. Ja, absoluut. En wat gaat er nu gebeuren? Dat wil iedereen weten. Want je zit nu bij. Ja, hoe lopen de onderhandelingen? Goed, heel goed. Het management is heel erg druk mee bezig. En, met wie? Met wie? Ja, we zijn met 3 teams bezig. Met Sauber, Force India en Caterham. Hij heeft de primeur aan RTL Late Night beloofd. Ja. Nee, die krijgt hij dan daarna. Dan heb jij nog de primeur. Wie weet. Laten we maar zien. Nee, maar het management is heel erg druk mee bezig. Dus ik hoop dat we binnen nu in 2-3 weken goed nieuws hebben. Maar wat verwacht je zelf als je zelf mag kiezen? Ja, als je zelf mag kiezen, dan wil je natuurlijk in een Red Bull starten. Maar dat zit er nog even niet in. Maar tussen die 3, het beste van de 3. Ik denk dat je dan toch uitkomt bij een Force India of Sauber. Maar als dat niet lukt, dan ben ik ook heel zeer tevreden met de Caterham. Want volgend jaar komen natuurlijk zoveel regelingen die gaan veranderen. Dus je kan zomaar dat een team wat vorig jaar achteraan reed, in één keer in de middenmoot misschien wel in de top 10 kan rijden. Heb jij enig idee? Hè? Stel je voor dat jij in de auto zou kunnen rijden van Vettel. Hoeveel tijdverschil zit er tussen jullie? 0. Denk je dat? Ja? Ja, ik heb hem als teamgenoot gehad in 2006, de Formule 3. En de tweede helft van het seizoen versloeg ik hem constant. We hadden toen in Zandvoort de Master Formula 3. Stond ik pole position met 4/10 los. En hij stond 5/10 achter mij. Dus ja, als je dat terugziet. En die jongen is nu 4 keer wereldkampioen geworden. Ja, ik zou wel eens een keer benieuwd zijn om mij een keer in die Red Bull te gaan zetten. Hij gaat jou nooit in die auto laten rijden. Denk het ook niet. Maar verwacht jij zelf dat jij over 2 jaar gewoon, wat Umberto zegt, het Vettel-niveau hebt, doordat je de goede stoel zit? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, je moet altijd in jezelf blijven geloven en het maximale eruit halen. En het is echt wel 11 maanden knallen. Heel hard werken, je vliegt de hele wereld over, je bent constant druk mee bezig. Ja. En ja, ik denk dat we hopelijk nu gewoon een goed stoeltje hebben voor volgend jaar. En dat je dan echt nog meer kan laten zien van jezelf. En hopelijk kom ik een keer bij een topteam. Dat zou mooi zijn. Wat betekent het nou dat je, of laat ik het zo zeggen, dat misschien het grootste talent of de beste chauffeur niet kampioen wordt omdat hij een minder geld heeft?
Het is een vrij oneerlijke sport eigenlijk. Ja, eigenlijk in dat opzicht wel. Maar goed, ik denk dat Vettel zeker bij een van de topcoureurs behoort. Maar ja, Alonso die loopt natuurlijk ook al een paar jaar aan te hikken. Die wordt constant tweede en die wordt ook gek. En die is denk ik ook een topper. Dus ja, het heeft gewoon te maken in wat voor team je zit, hoe de ontwikkeling van het team is, wat voor mensen je om je heen hebt. En ja, dat is belangrijk. Heel spannend. We gaan het volgen. Dus over 2 weken maak je bekend bij RTL Leed, nou, dat je voor Sauber gaat rijden. Ik zet hem wel in. Gefeliciteerd. Maar wel in de uitzending tekenen, hè? Dan. Ja, dat gaan we doen. Maar de leukste makelaar van Nederland is Leslie de Ruiter en van Christie's. Hij neemt ons elke week mee naar een van de mooiste huizen die zij in de verkoop hebben. En vandaag is hij in Zeeland. Burghaamstede, daar zijn we vandaag. En niet zomaar ergens, maar in het grootste en mooiste huis van Burghaamstede. 500 vierkante meter vloeroppervlak en op een steenworp afstand van de Noordzee. Gezelligheid, dat zit er echt wel in dit huis. En nu zijn we in de woonkamer. Die woonkamer die is royaal, met een mooie erker, met uitzicht op de parkachtige tuin. En we hebben gezellig de open haard aangedaan, want dat geeft toch altijd wat extra cachet. Hoewel het strand eigenlijk op een steenworp afstand is, heeft deze villa ook nog een heus binnenzwembad. En als het nou een mooie zomerse dag is, dan gooi je gewoon deze hele pui open, waar vandaan je opeens zomaar de tuin en het terras oploopt. En dat is mooi, want dan wordt je in basis binnenzwembad, wordt dan eigenlijk een buitenzwembad. En nog steeds van zeer respectabele afmetingen groot. Deze villa biedt zoals gezegd echt een overvloed aan ruimte. Hier een slaapkamer. Hier weer een slaapkamer. Daar een grote werkkamer. Nog een badkamer. Daarnaast weer een badkamer. En nog een slaapkamer. Ruimte voor iedereen. Dreams and relax. Dat geldt heel duidelijk voor dit huis. En dan helemaal voor deze master bedroom met aangrenzende marmeren badkamer. Vandaag is eigenlijk een heel bijzondere dag. En dan zou je je afvragen waarom. Nou, kijk maar, de zon schijnt niet. En in Zeeland is dat heel bijzonder, want het is natuurlijk de provincie met verreweg de meeste zonuren. En juist met al die zonuren kan je optimaal genieten van deze tuin van maar liefst 10.000 vierkante meter. Compleet je eigen bar. Wie droomt daar nou niet van? Nou, die droom die wordt werkelijkheid bij dit huis. Want in een van de bijgebouwen is een complete bierstube gerealiseerd. Santé. En als u nou 3,6 miljoen euro te besteden heeft, dan woont u misschien straks wel in het allermooiste huis van Zeeland. Vandaag in de studio de 5 chefs van de G6. Gijs Newman, wat is de G6? Nou, de G6 is een vriendschappelijk verbond tussen 6 restaurateurs uit Groot Amsterdam. Ja, maar welke restaurants, toprestaurants, zoals aan de Poel? Aan de Poel, Vis aan de Schelde. We hebben Julius Bar & Grill zojuist geopend. We hebben het Bos aan de Nieuwe Meer. Elkaar, mijn restaurant en Lute in Oudekerk, niet vergeten. Heel goed. En Julius, wat doen jullie allemaal met z'n allen? Het is een beetje ter lering en vermaak. Dus we hebben lol met elkaar, maar we inspireren elkaar. We doen dingen samen, we ondernemen dingen samen, geven feestjes. En we hebben onlangs met z'n vijven in Vietnam een fantastisch walking dinner gegeven voor het goede doel. 2 weken geleden. Heel erg knap. Ja, superleuk. En we gaan met z'n allen naar de Luxury Fair. En we staan met z'n allen op de Masters of Luxury met een fantastische champagnebar en restaurant. En 200 vierkante meter. Ja. Want Peter, jij bent de bereider van al deze bijzondere dingen. Nee. Het leuke is dat we doen echt alles samen. Alles samen? Ja, alles? Eigenlijk wel. Oké. Okay. Ik zal daar niet verder op ingaan. Dus we hebben ook even nagedacht, wat gaan we serveren? Nou, ja, vertel dat maar. Eenvoud en kracht, superlekker. Sashimi van tonijn. Halve kreeft, nou, dat kan niet missen. Lekker geroosterd. Met een salade zeg maar, van alle onzin waar je geen zin in hebt. In de pootjes en zo. Mooie salade in de kop geserveerd. En rundefilet met geroosterde knolselderij. Een beetje shabu shabu. Een beetje lekker wat je erdoor haalt. Japans. Maar dan wat makkelijker geserveerd. Heel goed. En Ferry, wie is nou de baas in de keuken als jullie met z'n zes aan de gang gaan? Robert.
Robert? Robert is de baas. Hij is de enige die niet kan koken, namelijk. Ah, hij is de enige die niet kan koken. Jij kunt maar beter mee eens of niet? Ja, ik ben zeker de baas, ja. Ja, ja? Oké. Okay. En we gaan straks nog genieten van wat jullie allemaal voor ons gemaakt hebben. Ja, we gaan voor jullie koken. Dank jullie wel. En wij gaan even naar de Luxury Update, want er is heel veel te ontdekken op luxurygebied. En wij hebben voor u ze op een rijtje gezet. Het exclusieve Zwitserse merk Chopard combineert haar horloges graag en vaak met diamanten. Hoe logisch is het dan om samen te werken met één van de meest vooraanstaande diamantslijpers ter wereld, Ghassan Diamonds. Speciaal voor de Masters of Luxury hebben beide grootmachten een horloge van 18 karaat witgoud bezet met diamanten en zal zo'n 100.000 euro gaan kosten. Op de openingsavond van de Masters of Luxury wordt de nieuwe Jaguar F-Type Coupé voor het eerst onthuld. Dit is de auto die de concurrentie aangaat met de Porsche Cayman en de 911. En waar de cabrio-uitvoering al indrukwekkend is, is deze coupé zelfs opgevoerd tot 550 pk. Omdat er geen dak meer in de kofferbak hoeft te worden gevouwen, kun je nu zelfs twee sets golfclubs meenemen. Of zoiets. Nooit meer zwaaien naar een taxi die dan ook nog eens doorrijdt. Dat kan met de Uber-app van de smartphone. Deze app kan aan de hand van de GPS van de telefoon bepalen waar je bent. Zo word je gekoppeld aan de dichtstbijzijnde privéchauffeur. Je krijgt een bericht als hij is gearriveerd. Zelfs de naam van de bestuurder en het type auto verschijnen op je display. Met deze app kan je een rit bestellen in meer dan 50 wereldsteden. Als vaste gast op de Masters of Luxury is topontwerper Adi van den Krommenakker het aan zijn fans verplicht om ook nu weer een indrukwekkende show neer te zetten. Niet alleen showt hij dit keer de collectie van komend jaar, ook krijgen we al een kleine vooruitblik naar 2015. Straks in Luxury TV, Ronald de Boer onthult zijn geheime adressen en David Bijlsma over de mooiste horloges ter wereld. En over het fantastische jaar van Umberto Tan. En ondertussen... Zal ik het heel even kort toe? Ja, is goed. Doe maar, okay. Pak maar de microfoon. Dit gerechtje wat ik mag serveren namens onder andere ook Michiel Denik van Vis en Schelde. Is de tonijn als sashimi geserveerd. Met en ook die paddenstoelen. Een mayonaise met wasabi. En Hakuna Matata kruiden. Hakuna Matata. Wij gaan er even tussenuit. Tot zo. Welkom terug bij Luxury TV. Naast mij cosmetisch arts Robert Schumacher. Robert, jij bent weer terug op het ouderlijk nest. Ja, en, zo kan je het stellen. Zo kan ik het stellen. En Suzanne die ging even kijken bij jullie. Ja, oké. Okay. Ik ben vandaag in Den Haag op weg naar dokter Robert Schumacher. Hij heeft sinds kort zijn eigen kliniek aan huis. Hi. Hallo. Robert Schumacher. Hoi. Kom verder. Suzanne. Nou, dit is mijn praktijk in Den Haag. Toch weer een praktijk aan huis. Dit is het pand waar mijn vader ooit begonnen is, met een praktijk aan huis. Dat is dan later uitgegroeid op de kliniek. Dus het is wel leuk om op dat punt waar mijn vader ooit begonnen is weer terug te zijn met gewoon wonen en praktijk aan huis. En wat voor behandelingen worden hier uitgevoerd? Wat ik nu hier uitvoer zijn alleen maar de injectables, dus de fillers en de botox. Niet meer de borstvergrotingen enzovoort. Dat is hier allemaal niet meer. We doen puur alleen de injectables en nou, we kunnen nu eventjes zo'n behandeling gaan bekijken. Ja, graag. Nou, we hebben samen even bekeken wat het beste zou kunnen zijn om deze lijntjes wat te verzachten. Mm-hmm. Wat we gaan doen, we gaan daar een filler inspuiten, hyaluronzuur. Mm-hmm. En dat hyaluronzuur dat blijft daar ongeveer 9 maanden aanwezig. En dat maakt die lijntjes die daar zijn wat zachter. En wat voor crème heb je daar nu opgesmeerd? Dit is verdovende crème, dat is Emla crème. Er zit lidocaïne in, dat is een verdovende vloeistof. En als dat een half uurtje ingetrokken is, dan is die pijn duidelijk verzacht. Het is nooit 100% afwezig, maar het is goed te doen. Wat we dadelijk gaan doen, we gaan dus een heleboel kleine prikjes geven. Ik breng de naald in en terugtrekkend achter de huid spuit ik het spul pas in. We brengen de naald in en terugtrekkend spuit ik pas in. Terugtrekken, dacht ik. Prikjes zijn klaar. Vind je het mee? Ja, uiteindelijk wel, ja. Toch? Ja, veel succes. Ja, en bedankt dat we erbij mochten zijn. Ja, oké. Okay. Sinds 1 december hebben we een samenwerking in Baarn. We zitten dan in het gebouw van Prescan. Ik ben al jaren bezig met de directie van Prescan om te kijken of we iets samen kunnen doen. En ja, het is hartstikke leuk dat we dat nu inderdaad gerealiseerd hebben. In hoeverre is er sprake van een samenwerking? We hebben in feite dezelfde filosofie. Mensen die naar Baarn komen voor medisch onderzoek, die willen
oud worden door jong te blijven. En de mensen die bij mij komen, die zijn daar ook heel erg mee bezig. Die willen ook zo goed mogelijk eruit blijven zien. En die willen ook het jeugdige vasthouden. Dus in feite is er een heel duidelijke overlap in de patiëntengroep. Maar de samenwerking is in feite beperkt tot het gebouw. Ja, Robert, ik las laatst dat 1 op de 5 Nederlanders injectables overweegt in ruil voor een goede baan. Of zeg maar plastische chirurgie. Klopt dat? Ja, het verbaast me niks. Ik ben nu 25 jaar bezig in deze branche. En in die 25 jaar heb ik de vraag zien toenemen. Het uiterlijk wordt steeds belangrijker in deze maatschappij. Je ziet het, het is voor mannen en voor vrouwen belangrijk geworden. Steeds jongere mensen komen. Hoe jong dan? Tegenwoordig komen mensen al vanaf een jaar of 25 voor botoxbehandelingen. Voor botoxbehandelingen? Ja. Dus dat is al is echt een grote nodig, beschrijving. Als je 25 ja, weet bent. Je, het is inderdaad niet nodig. Dat geldt voor alles wat wij doen, is allemaal niet nodig. Er is geen echte medische noodzaak. Het is iets wat mensen zelf nodig vinden. Ze vinden het belangrijk om er goed uit te zien. Wat vind jij dat er aan tafel wat moet gebeuren? Ja, absoluut. Ja. Oh, God, nou. Meer haar hoor ik net. Nee, het punt is, ik vind dat nooit voor mensen dat ze iets moeten doen. Mensen vinden dat zelf en ik kan daar technisch naar kijken van, is dat, kunnen we dat doen? Maar ik vind nooit, als ik naar jou kijk, van je moet dat en dat. Bij jou helemaal niet. Maar... Ja, nee, maar is de gêne weg ten aanzien van de kijk, als je natuurlijk al zo lang bezig bent, ik ben natuurlijk in allerlei... televisieprogramma's geweest in de afgelopen 25 jaar. Ik heb daar zoveel over gesproken. Dat is voor iedereen, dat taboe is geslecht. Mm. En mensen praten daar makkelijk over en laten het ook steeds makkelijker doen. Het is ook bereikbaar geworden financieel voor de meeste mensen. Maar doe je ook operaties? Nee, wat ik doe zijn puur de injectables. Ja, dus botox en de fillers. Botox, vroeger heb ik ook veel laserbehandeling gedaan, maar het is nu alleen daar maar de injectables. Gestopt. En dat doe je samen met Prisken, want je zit ook bij hun in nou, dat pand. Het is inderdaad in het pand van Prisken, maar het is zo dat wij samen een BV hebben opgericht. Dus de directie van Prisken en ik hebben een BV opgericht. Ja. En daar gaan we puur ons bezighouden met die cosmetische geneeskunde, dus de injectables. En dat is dan onder andere in het gebouw van Prisken in Baarn, maar ook in Den Haag in mijn eigen pand. Heel goed. Okay, succes, dankjewel Robert. Ronald de Boer is dit jaar gasthoofdredacteur van het magazine Luxury... dat op 12 december wordt gelanceerd op de Masters of Luxury. Ronald, wat is voor jou luxe? Ja, in alle soorten en maten, maar ik denk het belangrijkste is natuurlijk gezondheid. Hè? Ik denk dat het het allerbelangrijkste is. Maar ja, dat kan een, met vrienden, hè? Een lekker wijntje, kaarten, met je kinderen op vakantie, van alles. Maar ook gewoon mooie hotels, mooie reizen. Ja, want je bent wel liefhebber. Ik ben wel een liefhebber, ja. Maar dat, als je veel gezien hebt, hè, door je carrière, door het voetbal, kom je in heel veel continenten en zie je allerlei steden. En dan denk je eigenlijk, ja, er zijn wel hele mooie plekjes op deze aarde. Want jij bent voor ons op reis gegaan, zou ik het kunnen zeggen. Ja. Je hebt echt een waanzinnig mooi blad gemaakt. Je was onder andere ook in Turkije. Ja. Wat heb je daar precies gedaan in Istanbul? Nou ja, ik had sowieso een van mijn beste vrienden, Shota Avalatse. Ja. Waar ik met Ajax en bij Rangers heb gespeeld. Maar dat is zo'n intrigerende man en zo'n leuke vent, maar ook altijd wat te vertellen heeft. Die wilde ik graag interviewen. Die wil ik aan de mensen laten... Zien wie hij is. En daarbij hebben we natuurlijk direct Istanbul ontdekt. En dat is een geweldige stad. Ja. Het Europese gedeelte, het Aziatische gedeelte. Het is een stad die misschien niet veel mensen nog... Ja, ze kennen hem wel, maar het is echt een geweldige stad. Maar wat mij opviel, want je bent ook naar de derby gegaan. Fenerbahçe Galatasaray. En ik zag jou tussen al die supporters staan. Ja, het staat bekend om een van de... Ja, dat is de mooiste derby. Ja, een van de mooie Boca Juniors tegen River Plate. Maar daarna komt waarschijnlijk Fenerbahçe tegen... Maar hoe was dat? Hoe was de sfeer? Ja, geweldig. Die entourage, de mensen, hoe ze naar het stadion gaan. Ja, je hebt waarschijnlijk het gezien met vuurwerk. Ja, niet normaal. En, ze vergeet alles op dat moment. Het gaat om die wedstrijd. En die belevenissen die kennen wij niet in Nederland. En je bent ook gaan golven. Je bent een goede golfer. Wat heb jij voor golven. Handicap ongeveer? Nou, ik was een goede 4 handicap. 4? En, zelfs 4 boven de baan? Ben je 4? Ja. Ik was goede 4. Hij was 4. Kijk, in Qatar had ik veel vrije tijd. En dan gingen we 's ochtends altijd golven met Guardiola, Batistuta en 's avonds trainen. Dus het was altijd mooi weer, dus je kon elke dag spelen. Dus toen ging mijn handicap heel snel naar beneden. Dus uiteindelijk een handicap 4. Nu zit ik rond de 10, denk ik. Dus, 10. Dus ik ben bezig golven. Maar jij was op de international? Ja, geweldige baan. Dat is bij Schiphol, samen met Louis van Gaal. Ja. Hoe speelt hij? Nou, Louis is behoorlijk verbeterd. Want ik had gespeeld met hem in Portugal, waar hij zijn huisje heeft. En toen wist hij nog niet of hij links of rechts was. En toen ging het allemaal niet echt jovel. En hij dacht nog zelf wel dat hij goed kon golven. Maar nu, dit keer, op de international,
ik was echt verbaasd. Hij speelde echt goed, alles recht. En hij had ook duidelijk zijn handicap gelopen. Dus ja, hij verraste me. En ging je jou nog aanwijzingen geven? Nee, dat herkent hij nog wel, hoor. Dus, maar praat je dan ook met hem over Ajax? Want ik bedoel, dat ligt toch nog wel een beetje gevoelig. Ja, natuurlijk heb je het er wel over. Maar wat zei hij daarover? Ja, dat Frank het geweldig doet. Ja, dat Frank het geweldig doet. Ja, hè? Hij zei, maar hij heeft nog lang niet de prijzen gewonnen die ik heb gewonnen. Dus dat gaat hij ook nooit halen, zei hij. Dat heeft hij wel gezegd. Nee, maar dat is ook bijna zo. Maar is hij ook bijna boos over? Is hij nog een beetje boos of niet? Nee, gevoel is gewoon weg? Ja. Nee, maar dat... Zo is hij ook weer. Hij is nu gefocust op het Nederlands elftal. Ja. Dus, hey, en jij bent ook echt een glamourman. Dat weten weinig mensen. Ja, glamour. Je houdt er wel van. Ik hou van lekkere dingen, goed eten. Maar niet dat ik voorop loop, hoor. Je ziet me niet op rode lopers. Maar wij hebben jou gefotografeerd door Rahi Refsani. Ja. Nou, waarschijnlijk komt het door de fotograaf, hoor. Ja, maar die beelden die zijn echt waanzinnig. Ja, ik vind dat je het goed doet op beeld, laat ik het zo zeggen. Ja, je leert het ook wel een beetje natuurlijk. Maar als je in een soort bepaalde sfeer komt met zo'n fotograaf die... Ja, zelf een soort kunstenaar is, dan kom je er denk ik wel goed vanaf. Maar ik heb hele ook, als je ziet ook gemaakt. Frank, dit is gewoon... Frank, iedereen zit te twijfelen of het nou Ronald is of Frank. Ja, je ziet het aan de inhammen van Frank. Ja, precies. Maar dit is toch prachtig. Ja, nee, hele mooie foto's. En, we hebben een hele leuke reportage gemaakt met de patatgeneratie. Ja. Want dat was jouw idee, hè? Ja, de patatgeneratie was toch een belangrijk moment in mijn carrière, voetbalcarrière. Ja, Leo Beenhakker noemde ons zo, want wij waren verwende jongetjes. Hè, met Richard Witsgebrein, Roy en mijn broer. En misschien Marciano Vink er ook nog een beetje bij. En, was ook een beetje waar. Maar we zijn toch goed, goed weggekomen of terechtgekomen. En je hebt het nu over die jonge jochies, die verwende jongetjes. Maar we moeten een beetje geduld met ze hebben. En die foto is ook geïnspireerd op die foto ooit van Paul Huff. Ja, die heb ik zelf eigenlijk verzonnen. Ja. En, want dat is wel een legendarische foto natuurlijk. Dat was met Johan? Met Johan Cruijff, Jacques Zwart, Piet Keijzer en Klaas Nuninga. Heel goed. En het is geweldig. En ik vind, dit is toch iets aparts. En ik, als je dit ziet, hè. Het is toch ook een historie hier. Heel bijzonder. Ja. Ik heb Richard nog nooit zo stevig gezien. Ja, goed, hè? Hij houdt nu zijn buik nog in, hoor. Ja, maar ook die beelden die gemaakt zijn met Richard met een patatzak op zijn hoofd. Maar het zijn hele leuke, mooie foto's. Het is heel foto's. Bijzonder. En wat was nou de meest unieke ervaring, zeg maar, buiten Istanbul en de fotografie? Dus gewoon voor jou persoonlijk? In de wereld? Het is gewoon alles delen met mensen wat mooi is. Want er zijn zoveel mooie dingen. En het is zonde om dat niet te benoemen. Bijvoorbeeld mijn ouders en bijvoorbeeld mijn opa zou bijvoorbeeld in het blad komen. En we hadden gepland op 3 weken geleden op een donderdag. Helaas heeft hij het niet gehaald, want hij werd 95 en die is overleden. Dus dat was heel jammer. En dan denk je, en dan baal je achteraf en denk je, godverdomme, ik had zoveel tijd eigenlijk. Ik had het 3 maanden geleden, toen waren we al met het blad bezig. Nu heb ik een mooie reportage met mijn ouders en dan zie je op de achtergrond de foto van opa. Ronald, hartstikke bedankt. Het is echt een prachtig nummer geworden. Dankjewel. De Bora Laser die realiseerde 5 jaar geleden haar grote droom. De lancering van haar eigen juwelenlijn. En het is een groot succes. Ik ben uitgenodigd voor het 5-jarig jubileum van Choices by DL, waar vanavond de nieuwe collectie wordt gepresenteerd. Hartelijk welkom allemaal. Het doet mij ontzettend goed om zoveel gezichten hier te zien. We gaan vanavond met veel trots onze nieuwe collectie tonen. Omdat wij met Choices voor alle type vrouwen zijn, hebben we getracht een product te maken wat helemaal weer een andere look geeft aan het bestaande. Namelijk de 1818 Classic Ring met een Black Iron Plating. Dan wil ik nu graag de aandacht voor iemand waar wij in Nederland heel erg trots op zijn. Eva Simons. Hartelijk welkom. We vinden het ontzettend leuk dat jij deze nieuwe ring in ontvangst wil nemen. Zeker. En zo
Jelsma van Gaston Diamonds heeft al van zijn af zijn tiende een fascinatie voor horloges. Hij bereidt zich voor op het grootste evenement van het jaar, waar zij, Gaston Diamonds, de mooiste horloges ter wereld zullen tonen. David, welkom. Eerst even je zus. Ben je niet hartstikke trots op haar? Dat lijkt me niet meer dan logisch. Het is ook een project wat ze helemaal zelf is begonnen. Heeft ook mijn ouders, mijn broer en mij daarbij weggehouden en wilde dat helemaal zelf doen. En pas toen de eerste prototypes klaar waren, zijn wij er gaan helpen. Ja. En aankomende donderdag begint voor jullie de Masters of Luxury. Jullie hebben daar echt een waanzinnig grote stand, 900 vierkante meter. Hoe doen jullie dat? Ja, dat is een jaarplanning eigenlijk. Wij beginnen daar in januari mee. Je moet je voorstellen dat wij meer dan 40 verschillende horloge- en juwelenmerken daar vertonen. Iedereen bouwt eigenlijk een soort van een shop in een shop. Dus je krijgt echt de wereld van Rolex en van Cartier en van Breguet. Dus het is heel gevarieerd. Het leuke is ook dat we bijvoorbeeld een prijsklasse van Michael Kors horloges beginnen. En dan door het hele segment naar boven. Wat is daar de prijsklasse van? Dat begint vanaf zo'n 200 euro. Maar dat gaat tot... Ja, tot redelijk de sky is. Ja. Maar wat nemen jullie allemaal mee dan naar Amsterdam? Wat, zeg maar, wat je normaal niet in de winkel kan zien? Nou, uiteraard proberen we altijd weer nieuwe merken te introduceren. Dit jaar staat onder andere een Chaumet wat we meenemen. Voor het eerst hebben wij dan nieuwe juwelenmerken die we gaan tonen. En de manier waarop wij dat doen is dat wij de hulp vragen van die leveranciers. En daardoor kunnen wij op die beurs tonen een collectie. Dat durf ik rustig te zeggen dat er geen juwelier ter wereld is die zo'n collectie heeft als wij hebben tijdens de beurs. Maar het is toch crisis? Ja, het is ook crisis. Ja. Dat merken wij ook best wel. Het enige wat wij heel duidelijk zien is dat de onderkant van de markt blijft gewoon goed lopen. En de bovenkant van de markt blijft goed lopen. Mensen met geld hebben nog steeds geld. Het is het middensegment wat eigenlijk het moeilijkste is op dit moment. Maar je best zegt het is crisis, maar 2012 was het beste jaar in de historie van Gaston. Hoe kan dat dan? Ja, we komen uit een moeilijke tijd, hè? 2008, 2009. 2012 is inderdaad het recordjaar van Gaston geweest. Maar hoe kan dat dan? Dat komt eigenlijk gewoon door wat ik zeg. De bovenkant van de markt is ook dusdanig sterk dat die door blijft lopen. En dat we zien dat wij toch een manier hebben gevonden om die markt goed te kunnen bedienen. Dus ook de Russen en de Chinezen. Die we zijn ook actief veel met buitenlanders. Dus je moet denken aan de Chinezen, Russen. Maar vergeet ook mensen uit Singapore niet of uit Indonesië. Minder stuks, meer omzet. Dat klopt, het liefst allebei. Ja, maar dat gebeurt dus. Helemaal leuk. Kan iedereen gewoon bij jou binnenlopen daar op de stand? Uiteraard, want zoals ik al zei, is dat voor iedere beurs hebben wij juwelen en horloges. Er is toch ook een heel mooi Formule 1 horloge, Guido? Heb je die ook aan? Nee, ik heb een Tag Heuer. Ja, dat is het Formule 1 horloge. Dus, ja, Tag Heuer is natuurlijk van oudsher altijd verbonden geweest met de Formule 1. Ja. Vanaf... dit jaar eigenlijk is dat Rolex geworden. Dat heb je eigenlijk niet kunnen missen als je überhaupt naar de Formule 1 hebt gekeken. Vol met groen. Vol met groen langs de baan. Daarvan het Rolex Daytona horloge, wat weer echt geïnspireerd is op de racerij, is daar natuurlijk weer een topvoorbeeld van. Maar wat is het? Mannen en vrouwen en tassen, hè? En schoenen. En mannen en horloges is ook een dingetje. Ja. Nou ja, uiteindelijk is het horloge het enige echte mannensieraad wat er is. Ja. En ik vind dat je daarmee best wel een statement kan maken. En je ziet ook dat mannen daar, gelukkig voor ons, steeds meer aandacht aan besteden. Hè? Wij gaan door met het tweede gerecht. Canadese kreeft in salade, zowel als vers hier op de staart liggen. Een roeie mayonaise met wat saffraan en zoetzure groentes. Merci beaucoup. Straks ook op de luxury. Dank je wel. Ja. We gaan er heel even tussenuit, maar straks Umberto Tan. Zijn RTL Late Night is een groot succes. En wat zijn zijn plannen voor 2014? En wie is zijn grote voorbeeld? Welkom terug bij Luxury TV. Het familiebedrijf Nolet produceert al jaren een echt oud-Hollands drankje. Maar wat niet iedereen weet is dat dit bedrijf ook internationaal furoren maakt met Ketel One Vodka. Ik ben in Schiedam, bij een van de oudste destilleerderijen van Nederland. Hoi Dennis. Hoi Suzanne. Wat een uitzicht. Ja, mooi hè? Te gek. 1691 zijn we begonnen. Wij hebben door de jaren heen eigenlijk alle soorten gedistilleerd gemaakt, maar voornamelijk jenever. Ketel One, dat is onze vodka, waar we inmiddels in 80 landen mee zitten.
En dit is een onderdeel van jullie destilleerderij. Ooit was het alleen maar dit kleine stukje hier beneden. En over tijd en door het succes wat we in Amerika hebben gehaald, hebben we nu eigenlijk dit hele stuk. Gigantisch. Ik zou zeggen, kom met me mee, dan ga ik je alles laten zien. Leuk. Dit is distilleerketel nummer 1, de naamgever van Kelder One Wodka. De eerste. De allereerste. Ik zal je heel even laten zien. Deze is echt nog kolen gestookt. Door die hitte gaat de alcohol gaat omhoog. En als het sterk genoeg is, dan gaat het door de helm in het koelvat. En uiteindelijk gaat het dan hieronder. En iedere potstil heeft zijn eigen grondtank. En dan wordt het daar opgeslagen. Zo, Suzanne, nu zie je waar we het afvullen. Eerst keurt de familie het goed. En als die zeggen dat het perfect is, dan mogen we het in de fles stoppen. We hebben alles in eigen hand, zodat we 100% zeker weten dat het perfect is. Fantastisch, hè? Echt gek. Dit is allemaal prachtig en allemaal goed gedaan, maar de waarheid zit in het glas. Dus laten we naar de cocktailbar gaan. Ja. Lijkt me heerlijk. Nou, de cocktailbar. De bar. Kom ik graag. Zo, Suzanne. Nu heb je beneden alles gezien en nu wil ik het je graag laten proeven. Zalig, Dennis. En nu wil ik je toch even een mooie cocktail laten proeven. Een Vesper Martini. Dus onze wodka, onze nieuwe gin. En een klein beetje liefde uit Frankrijk. Vesper Martini, alsjeblieft. Dankjewel. Prachtig, maar. Heel erg lekker. Ik drink hem wel op, hoor. Ik zou doen. Naast mij Justin Smit. Hij is Kettle One Wodka Ambassador. Hi, nice to meet you. How are you? Very good, thank you. Can you explain me, because this is a very unique vodka, but what is the fraternity of this vodka? Well, this vodka was built by the bartending communities where we built the foundation for the brand. And so we like to work closely with them and give back to this community who've supported us. Mm. And it's important for us that we inspire them, you know, drive the professionalism of the job that they do, and also, you know, the wonderful craftsmanship that goes into making all these wonderful cocktails. So the fraternity really is a forum where we bring bartenders together to inspire them. But why is this community so important for a brand like Kettle One? Kettle One is a family product. We've been around for 10 generations, and we see the bartending community as an extension of this family. Mm. Bartenders are credible influencers who really are close with the consumers who come into their bars. So it's important for us that we build a personal relationship with them, you know, seeing it like a family would. Yeah. So they're very key to the success of our brand. Because this brand is extremely successful in the United States. Correct. What is the reason behind that? So the Americans have a very established cocktail culture. They're very in tune with cocktails. And when Cole Nellett Sr., who's the owner of Kettle One, went to research in the US, he found that there were a lot of cocktail vodka martinis, which he tried. And he felt that, you know, taking his expertise, his heritage, he could make something, you know, that was amazing to drink by itself or as a martini. But in the US as well, the way we built the brand was all through discovery and tasting. So we didn't do any advertising, you know, for the first 10 years of the brand. And it was all about tasting the product. And people discovered it. They fell in love with the brand. And Americans are very proud of their brands. They were quite loyal to us. And you have your personal preference, I presume? For a cocktail? For a cocktail, yeah. I do, yes. So you gave some suggestions to Ivar? Yeah, I'm making a martini for you. Yes, a vodka martini. And for the guys too, on the table? Yeah, for guys are making a Moscow Mule in a kettle serve. So you're getting a Moscow Mule. Okay, vodka, very good. Lime and ginger beer. Okay, thank you very much. We're going to try it. There you go. The martini. Yeah. Oh. Thank you very much. Enjoy. Okay, thank you for being here. Thank you. Ja. Ronald, jij moet naar een grote sponsor bij. Ja, dus jij hebt congé om ons te verlaten. Ik moet weg, ja.
helaas. We zien jou niet voor donderdag. Ja. Alvast bedankt, jongen. Ronde Boer. Ronde Boer. Dit is het jaar van Umberto Tan. Hij is inmiddels het succesvolle boegbeeld van RTL Late Night. Na zijn eigen talkshow heeft hij ook zijn eigen kledinglijn. Umberto, ik mag toch wel zeggen dat RTL Late Night een succes is? Verrast het je? Kijk, als je begint aan een nieuw project, moet je altijd afwachten of het lukt. En zeker zo'n talkshow, dan weet je van tevoren nooit of het lukt. Dus het is een enorm risico. Want je hebt al concurrenten, Paul Witteman, die heel goed zijn. Je hebt De Wereld Door, wat heel goed is. Hart van Nederland, wat goed bekeken wordt. En RTL heeft 7 jaar lang op dat tijdstip niks gedaan. Dus je hebt echt geen garantie dat het een succes is. En een succes is het als er genoeg mensen kijken. Ja, want die kijken ook, toch? Ja, nu kijken er... In november keken gemiddeld 700.000 mensen naar het programma. Met een marktaandeel van 20%. Nou, dat is allemaal niet zo interessant. Maar nee. Wat belangrijker is, is dat het voor RTL wel reden genoeg is om te zeggen, we gaan sowieso door. Dat hebben ze al eigenlijk al na 3 weken gezegd. Terwijl we het pas na 3 maanden zouden evalueren. En nu weet ik zeker, nou ja, tot 20 december gaan we door. Dan beginnen we op 13 januari weer. Dan gaan we door tot 6 juni. Dan beginnen we augustus weer. Dan gaan we door tot december. Nou ja, weet je, voor je het weet heb je 2 jaar erop zitten. Maar wat mij opvalt, hè, jij laat heel veel zien van jezelf. Ik kan me nog dat beeld herinneren dat je bijna een soort push-up deed op de grond en dansend. Is dat een keuze of gebeurt dat gewoon? Dat zit gewoon in mij. Je kan een keuze maken om puur objectief vragen te stellen. Of je kan ook een keuze maken om af en toe ook wat te laten horen van hoe je denkt. Mm. En ik doe het laatste, omdat ik ook dat echt vind. Plus omdat er al heel veel van het andere is. Maar het uitgangspunt is, de gast bepaalt alles. Ja. In principe. De gast moet de tijd en de ruimte krijgen om het verhaal te krijgen, om het verhaal te vertellen. En ik bevraag de gast. Het kan kritisch zijn, het kan geïnteresseerd zijn, het kan empathisch zijn. Het kan allerlei manieren heb je. Maar ik probeer daarin een mooie mix te maken. Maar want dit is best topsport, elke dag, elke avond. Je hebt ook nog een familie. Heb je een voorbeeld? Heb je in iemand verdiept dat je zegt van, nou, dat is voor mij, hè, de allerbeste ter wereld? Heb je daarnaar gekeken? Nou, de allerbeste ter wereld in dit genre vond ik Oprah Winfrey toen ze nog een talkshow had. Ook omdat een voorbeeld voor jou? Ja, dat vind ik wel. Omdat zij de manier waarop zij zo lang, gedurende een hele lange tijd, is heel moeilijk, elke dag gasten had. Waardoor het programma gewoon leuk was om naar te kijken en boeiend en baanbrekend, taboebrekend, heel open over haar persoonlijkheid. Ook vond ik heel goed, interactie. Al dat soort dingen. Barend van Dorp in Nederland bijvoorbeeld, Sonja Barend in Nederland. Dus je hebt echt een aantal mensen die dat waanzinnig hebben gedaan. En het is gewoon niet eenvoudig om dat elke dag boeiend te houden. Mm. Want je moet ook elke dag boeiende gast hebben, is niet altijd zo. Ik een heel mooi moment vond, Umberto, dat was met Armin van Buuren. Die stond in de studio, echt de sound die eraf ging. Dat was volgens mij toch wel een beetje de doorbraak van RTL Late Night. Nou, de DJ-uitzending was wel een uitzending waarin heel veel bij elkaar kwam. Dan had je 4 mannen aan tafel die elkaar alles gunden. Want wie zaten er aan tafel? Je had Armin van Buuren, DJ Chucky en Marciano en Sundering. En had je ook nog Ben Liebrand erachter zitten. Dat was echt de godvader van de DJ's. Maar ja, weet je, als je aan die mannen vraagt van ja, wie is de beste? Armin is de beste. Waarom? Ja, daarom. Wie moet het draaien? Nee, DJ Chucky moet draaien. Ja, maar zij zijn. Ze waren zullen zo even naar kijken hoe dat ging? Dat? Okay. Het idee dat jullie vanaf dat moment echt op de kaart kwamen. Ja, nou ja, wat hier belangrijk is, hoe hij draait en een DJ. Wat kan een DJ nou laten zien, behalve dat hij aan knopjes zit? Nee, muziek. Nee, zichzelf. Nou ja, maar goed, als hij het verhaal ervoor vertelt en hij gaat dan draaien, dan gaat die muziek ineens veel meer leven. En een ander moment dat heel bijzonder was, of apart, laat ik het zo zeggen, dat was met Jack Spijkerman. Die zat met jou te praten en opeens maakt hij een vrij aparte opmerking. Zullen we er ook even naar kijken? Het is Feyenoord AZ, de absolute topper in de Eredivisie. Welke 4 spelers van Feyenoord hebben een AZ-verleden? Doet de trainer ook mee? Nee. Koeman heeft ook AZ-verleden. Noem even de 4 spelers van nu. Matthijssen. Heel goed. Pelle. Ja. Koeman dus. Nee, Koeman is trainer. Hij heeft ook AZ-verleden. Ja, maar ik vraag spelers. Let u niet doof. Ruud Vormer en Mitchell de Vrede. Bijna goed. Maar je hebt Koeman er niet bij staan. Nee, dat is geen speler. Mijn hemel, zeg. Goed. Niet alleen donker, maar ook nog dom. Ja. Wat vind je, wat vond je daarvan? Ja, het is gewoon een slechte grap. Maar was het een grap?
Ja, het was een grap. Ik ken Jack, maar dan nog, het is gewoon een hele slechte grap. Dus dan kan je twee dingen doen. Ik heb precies van, nou ja... Kijk, als je zwijgt, dan zeg je ook al heel veel, hè? Ja. En zeker als het een grap is en die grap is niet grappig... of dat hij valt dood, ja, dan is dat maar het antwoord. Maar was je boos van binnen? Want ik vond je Joep van het Hek, die heeft er nog een hele column aan gewijd. Nee, was ik niet boos. Je vond de reactie koninklijk. Als het een politicus was geweest, of als het over iemand anders was gegaan... of als het iemand was geweest met invloed op beleidsterreinen... ja, dan was ik boos geweest. Maar nu niet. Nu is het een grap van een cabaretier die niet goed valt. Nou ja, dat kan. Want hij is niet zo, ik bedoel... Nee. Het is gewoon een slechte grap. Ja. En wat gaat er volgend jaar gebeuren? Want ja, jij zit nu volgens mij te vechten, hè, met Paul Witteman, van Nederland. Als ik heel eerlijk ben, ik weet dat we volgend jaar doorgaan. Dat neem ik voor kennisgeving aan. En vervolgens laat ik het ook meteen weer los. Ik kijk echt per dag. Ik kijk niet verder dan 1, 2, 3 dagen. Want dat heeft helemaal geen zin. Dus kijk, ik wil... Iedere dag dat ik daar zit, wil ik gewoon plezier hebben in wat ik doe. Maar dat en zie ik je weet... ook, dat je plezier hebt. Nou ja, dat vind ik mooi om te zien. Ja, vind ik ook. Dat straal je echt uit. Ik weet niet hoe dat in augustus 2014 is. Interesseert me ook eigenlijk Maar niet. Heb je nog wel een leven? Ja, heel erg zelfs. Dan kun je gewoon lekker nog op straat lopen? Of vergis je niet, is dat hè? Anders? Ik, 3 jaar hiervoor deed ik elke dag BNR Nieuwsradio. Was ook een dagelijks programma. Ja, maar dan zie je niet, hè? Nee, maar dat was wel hard werken. Dat is gewoon 4:15 opstaan, 5 uur in de studio, 's ochtends. En van 6 tot 9:30 uitzending. Dan deed ik ook nog 1, 2 keer per week Boulevard. En ik deed Eredivisie Live in het weekend. Nu doe ik gewoon 5 dagen per week RTL Late Night. In het weekend ben ik vrij. Nu zit ik hier, maar in het weekend ben ik vrij. Dat is voor het eerst in 18 jaar dat ik een weekend heb. Ja. Dus voor mijn gevoel... En dan kom je ook nog bij ons. Ja, nee, maar voor het gevoel, voor mijn gevoel doe ik nu minder dan ik ooit gedaan heb. Dat klinkt heel raar. Maar omdat ik hiervoor deed ik gewoon heel erg veel. Dus ik zie dit niet. Ik vind het juist is heel prettig. Je kan lekker voetbal thuis kijken op de bank. Ik kan voetbal op de bank thuis kijken. Ik zit gewoon, gewoon lekker heerlijk wedstrijdjes te kijken. Bedankt dat je er was. Heel echt graag gedaan. Gewoon aardig. En we genieten van je. Kan niet anders zeggen. We hebben nog een dingetje. Traditioneel sluiten wij de uitzending af. Dit is meteen de opening van onze champagnebar tijdens de Master of Luxury. Door een fles champagne te sabreren. En dat wordt gedaan door onze grote sabreerkoning, Ferry van Houten. Het lukt, hè? Ja, het lukt in 1 keer. Kom op, baby. Je bent gered, jongen. Sorry, dat geeft niet. Sorry. Wilt u alles wat wij in deze uitzending hebben besproken nog even terugzien? Kijk dan op onze site en tot volgende week. En wij gaan hier nog even door. Dank u wel. Eng, hè? Ja, dat gebeurt wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Gassan, Kettle One Wodka, Brasserie Paardenburg en Antaurus Vermogensbeheer. Meer dan beleggen.